nieuw ontbijt eten. We zijn heel benieuwd, want dat doe je hier eten. De hele stad ligt plat. Ja. Weer een mooi handdokje. Bij Dining, Japans restaurant. Ik heb net een rondje gedaan bij de library en nu is het echt tijd om lekker te gaan slapen en naar ons hotel te gaan. Bye! Ik word alweer uitgesnijd, ik ben van wal. Joe, slaap lekker! Goedemorgen vanuit de eerste ochtend vanuit Tel Aviv. Het is heerlijk te eten bij... Oh ja, Benedict. En dit is een 24/7 all day breakfast. En dan maak je mij helemaal gelukkig, want ik ben breakfast nummer 1 persoon. Bakje erbij, heerlijk cappuccinoetje. Een zieke stack met pancakes. Dus de dag komen wij wel door. En leuk detail, het is vandaag de Gay Pride, hoorden wij. Dus we gaan straks even bij de boulevard kijken. Tot ziens! Shalom Shabassi Street. En dit is echt de straat met echt de leukste boutiquejes, dingetjes. Volgens mij een beetje een Frans buurtje. Komen Franse merkjes. Dus zeker even door deze straat lopen als je zin hebt om een beetje te gaan shoppen. Kijk, ik heb net ook een heel leuk armbandje. Een heel Hebreeuws van mijn broertje gekregen. Super cute. Voor mijn verjaardag. Te gek winkeltje. Sieraden, waar je je eigen sieraden kan laten maken. Echt alles. Super mooi. Winning, als je in Israël bent, moet je bakery eten natuurlijk. Bij Lola, American Bakery. Ik moest het even checken. Straks is het al wat. Dus alles ligt hier gewoon plat en stil. Dus we gaan lekker straks een dagje strand.
La Land. Het is een leuk tentje. Gaan we straks even lunchen. Tenminste, ik wil lunchen. De rest is nog wel goed ontbijt. Maar ik ga het even doordrammen. En het is de Sabbat. Dus iedereen is vrij. En je kan ook niks doen. De hele stad ligt plat. Dus het is ook echt een kwestie van of je moet de stad uit. Of je gaat naar het strand. Dus, maar ja, dat denk ik natuurlijk heel Tel Aviv. Dus het is lekker druk zoals je hier achter me ziet. Maar het is wel lekker. Maar ik ben gewoon niet echt heel erg strandmens. Ik wil gewoon eten. Drinken. Eten. Drinken. Af en toe even powernappen en dan weer eten drinken. Dus dat is een soort van mijn doeltje. Maar het is wel lekker even na zo'n drukke week om toch nog even zo'n dagje te pakken. Je moet niet denken dat als je in Tel Aviv bent, dat je denkt, goh, ik ga even alleen rustig op het strand, niks aan de hand. Dat bestaat hier niet. Ik heb dit nog nooit, denk ik, ergens gezien. Dit is gewoon, ik zal het wel even laten zien. Ja. Dit is de view. Niet echt, oh kijk, hoi. Dan word ik maar vrienden al. Nee, het is echt top dit. Echt top. Mooie zeezicht ook vooral. We liggen op het strand voor degene die het nog niet wist. Dit is het bewijs, het zand. De zee is daar iets verderop. Strand in Tel Aviv, jongens. Nou, doei! Het is er weer avond en we zijn hier de cocktailtje aan het doen bij The Prince. Een soort van secret hidden rooftop ding. En wat leuk. Ik heb een heerlijk cocktail met ginger en lime en helemaal mijn ding. Helemaal chill. En we gaan straks eten bij... Kijk, heb je kwam aan. Waar gaan we eten? Kitchen Market. Ja, Kitchen Market. We gaan eten bij Kitchen Market. Zin in? Maar zo beginnen we even de avond. Lekker aperitief. In Kitchen Market, dat moet ik zeggen, bij de Oude Haven. En je kan hier ook lunchen overdag en nu eten we lekker s'avonds. Het is al half elf alweer. En ik heb een heerlijke pizza besteld en de rest van mijn plan zit aan de kip en Surland. Dus we zijn de avond hier nog een beetje in en morgen weer een nieuwe dag. Morgen is de morgen, een nieuwe dag, een nieuw ontbijtentje. En wij zijn lekker ontbijten bij Da, Da en Da. In het Frans buurtje. En ik heb een heerlijke muesli, bui chocolade, cappuccino. Viel voor vandaag. En we gaan vandaag het oude stadje in. Jaffa heet dat. En dan gaan we dat een beetje ontdekken. Het is een heerlijk een stroll aan het doen door het oude stadje. En we zitten nu bij Jaffa Bar. Mijn broertje is dit aan het doen. Het is niet goed. Het is niet goed opnieuw. Oké. Okay. Take 2. Goedemiddag, morgen. We zijn in Jaffa. En we zijn hier bij de Jaffa Bar. En ik drink een Jaffa drink. Apple juice, kaneel, sparkling water en nog wat dingetjes. Dus we gaan het eens proberen. In het oude stadje van Jaffa. Hier heb je allemaal, zoals je ziet hier, hele cute frummeltjes, dingetjes. Ik vind dat stiekem dus echt heel erg leuk. Hierachter heb je ook, dus loop ik nu voorbij, met allemaal van die kleden, waar ik nu ook overheen loop. Ik weet niet of dat ook de bedoeling is, maar hè. Je kan hier genoeg voor leuke sieraden, frutseltjes, souvenirtjes hier terecht. Het is gewoon echt wel een must-visit even om hier even langs te gaan. Thank you! Nou, hè? Leuk complimentje. Kunnen we weer incasseren van een man van 60 plus. Top! Superleuk. We zijn bij de noordkant van Jaffa en bij een oud controlehuisje. En er is een heel schattig koffietentje. Maar ik heb zin in een ijsje. Deze heb ik misschien ook een beetje gekozen omdat hij heel erg fotogeniek is. Maar het is best wel warm, dus we hebben het wel even verdiend na zo'n wandeling. En is een super vet view op de zee. Dus dat kan ik wel eventjes laten zien. Bon appétit! We zijn niet. We hebben dit wel. Ik ken het niet.
We zijn neergeschreken in het oude station. En het heeft een naam, maar dat kan ik echt nog niet uit. Oké. En we hebben nu zitten bij een tapasteentje. Lekker even paella. En ik weet eigenlijk niet wat we straks gaan doen. Ik denk gewoon lekker chillen, lopen. Al eten en drinken, dat is toch al ons ding. Nou, ik heb trek. Doei, geiten. Ja, voor doen. Hoi, wij zijn in de Rode Market. We hebben net geluncht. Hoi. Maar eigenlijk is het de place to be om dus met een lege maag heen te gaan. Want dit is echt de ultieme food market. Het lijkt een beetje op de markthal in Rotterdam. Ben ik zelf nooit geweest. Maar het schijnt een beetje zo hetzelfde te zijn. Het is te gek. Het is echt eten, drinken. Wij blijven hier echt nog wel even hangen, denk ik. Dus check je out later. We hebben net een prachtige ondergang gehad en we hebben nu lekker wat te eten. Ik heb echt super chill, ziet het eruit. Fried calamari met Vietnamese Asian dip en Vietnamese salade. Lekker wijntje erbij. Laatste avondje televisie. Dubbel van genieten, echt super. Morgen alweer de laatste ochtend in Tel Aviv. En we gaan naar onze favoriete ontbijtdingetje, zijn we weer Benedict. En ik heb weer mijn pancakes, maar dit keer wel even een kleine voorschot. Hij was vorige keer wel heel erg intens. En we gaan straks lekker even lopen op de Rotsje Boulevard, koffietje doen. En dan gaan we alweer terug naar huis. Jammer, balen. Ja, doei! En nu zitten we even bij de Rotsje Boulevard. Blah, bier. Waar mee? Ja. Weer morgen vlog. We zitten nu bij de Rotsje Boulevard. En het leuke daarin is, heb je een soort van parkachtig. Tenminste, je hebt zo'n laan met allemaal leuke mooie bomen. En allemaal van die hele leuke steentjes waar je koffie kan drinken. Wat wij nu aan het doen zijn. Dus het is super leuk om dat toch even te doen als je hier bent. Dit was het alweer. Dit was er weer. Tel Aviv, heerlijk groot. We zijn nu weer onderweg naar de airport. Nederland. Jammer. Maar super leuk dat jullie hebben gekeken. Thumbs up, abonneren. Delicious en manis of wat je allemaal hoort te zeggen op het einde. Ik heb geen idee. In ieder geval, thanks for het kijken.